Het nieuwe gebouw van de Nationale Assemblee aan de Henk Aronstraat is vandaag officieel in gebruik genomen. Vanaf nu is een deel van het administratief personeel in het gebouw gehuisvest. Bij de ingebruikname is het nieuwe uniform van het DNA-personeel samen met het nieuwe reglement en logo van de organisatie gepresenteerd. DNA-voorzitter Marinus Wees spreekt andermaal van een historisch moment. Het ligt in de bedoeling om een ander deel naast het gebouw op te zetten waar er vergaderingen belegd zullen worden. Fase 2 is het bouwen van een vergaderruimte waar we nu parkeren. Daar zal het een 3-verdieping komen, waaronder een vergaderzaal. Dus dat gaan we zeker gebruiken. Dus dit is fase 1. We hebben ook gezien dat er wat nieuwe zaken zijn gekomen dus binnen de organisatie. Een nieuw uniform, een nieuw reglement. Kunt u ons een beetje daarover vertellen? Kijk, wanneer je een organisatie overneemt, dan heb je een vertrekpunt en je ziet wat er gemist wordt. Eén, nadat mijn voorganger een evaluatieverslag had gepresenteerd, heb ik gezegd, maar waar is dat strategisch document, ja, van waaruit het gewerkt is? Dus dat ontbrak, heb ik gezegd, nee, dat gaan we samen met het personeel hier, met de deskundigen van hier schrijven, een strategisch document 2022-2026. Waar de contouren, de beleidscontouren van de organisaties uitgezet. B zegt dat het tijd werd dat de organisatie een nieuw logo kreeg. Het logo was hetzelfde als dat van de regering, terwijl de rechterlijke macht haar eigen logo heeft. Gezien de scheiding der machten kunnen de organisaties niet hetzelfde logo hebben. Dus we hebben met onze eigen personeel, gesanctioneerd door de Nationale Assemblée, een andere nu, waar dit gebouw en onze wapen, maar ook Groen Suriname is uitgebeeld. Dus dat is het. En ook uniform voor het personeel, omdat wij vinden dat personeelsleden van de Nationale Assemblée representatief moeten zijn. Ja, en ten alle tijde moeten letten op zichzelf. Maar ook gedragscode. En de president heeft inderdaad opgemerkt, vandaag is het voor het personeel. Maar we moeten ook werken richting gedragscode voor de leden van de Nationale Assemblée. Het is een traject die dat we met z'n allen zullen uitzetten. President Santokki zegt blij te zijn dat de Nationale Assemblée nu een eigen huis heeft. Dit zal ook positieve effecten hebben op de uitvoeringen van de taken van de organisatie. Het staatshoofd stelt verder dat hij ingenomen is met de presentatie van het nieuwe logo, uniform en reglement, omdat niet het gebouw alleen voor een uitstraling naar de samenleving zorgt,